Wat jammer toch dat alles altijd overgaat. De lente trilt weer in de lucht, zo warm en zoel. Vanavond al heb ik verdriet om deze dag. Omdat de zon dan weg is en de avond kil. Maritiem Museum. Hier de vuilverbranding, dat hebben ze er ook mooi gedaan, hè? Kijk, dit is allemaal heel veel wederopbouw na de oorlog geweest, deze bouw. Ik ben natuurlijk nu 68. Ik heb die stad zien worden. En dat zie je ook, dat heeft iets armoedigs. Maar het is wel Rotterdam. Als hier iets gebeurd is, ook binnen een scheet en een knikker, is het af, is het klaar. Bij de aanblik van de Rotterdamse haven krijg ik een heel warm gevoel. Dat is toch of je bij je moeder thuis komt. Zoals je vader je bij je hand pakt, heb ik het een beetje met die stad. Ga je hier bij de lichten, ga je rechtsaf. Er zijn in Rotterdam natuurlijk niet veel mensen die niks doen, zal ik maar zeggen. Dus in Amsterdam zitten alle cafés en terrassen vol. Is Gerard heel Rotterdam? Nou, ja, veel erger nog dan ik. Dus ik ben tamelijk chauvinistisch. Ik vind het ook helemaal niet erg om bijvoorbeeld naar Siske de Rat te gaan. Want daar zit Sjoerd Plezier in. Daar gaat Gerard niet naartoe. Ik kan veel hebben, maar dat lijkt me Amsterdams op zijn ergst. Heel de avond alleen maar Amsterdam. Ze zegt, dat red ik niet. Vraag het maar. En als ze dan dingen hebben als Pietje Bel of Kruimeltje, wat in Rotterdam speelt, dan praten al die kinderen nog zo. Begrijp je? Amsterdams. Ja. Ik ga ook gewoon naar de Arena. Is hij nog nooit geweest? Nog nooit geweest. Nee, daar gaat hij niet in. Dat is. Dat kan hij niet. Ik heb u lief, Rotterdam. Met uw vrolijk gebruis waar het leven. Dat is een lied uit de vorige eeuw. Maar dat eindigt dan met, want er is toch maar één Rotterdam. Nou, dan sta ik te janken op het podium. En dat slaat natuurlijk nergens op, maar ja. Het moet ook niet, hè? Nee. Het moet nou toch niet gekker worden. Om met Jaap Kooijman te spreken. Dat vond ik ook zo leuk aan. Toen was geluk, of vind ik zo leuk, dat in Rotterdam-Zuid speelt, weet je. En dat mensen dat leuk vinden. Dat het hoeft niet altijd in de Jordaan te spelen om grappig te zijn. Ach, hoe lang is het geleden? Ja, maar met de diligence naar Gouda. Moeten we niet hebben, natuurlijk. In een Rotterdams gezin van 3 kinderen is Gerard Cox Haantje de voorste. Er is een regel van Toon Hermans. Ze hebben me op het biljart gezet en ze wilden dat ik zong. Dat heb ik altijd een hele mooie regel gevonden. Ik was ook altijd al vroeg op een stoel staan en liedjes zingen en moppen vertellen. Hij gaat naar de MULO en mag verder leren. De kweekschool. Er volgt zowaar een korte carrière in het onderwijs. Toen heb ik 4 maanden voor de klas gestaan op een BLO in Zuid, een debiele school. Toen ben ik in dienst gemoeten, lichting 60-1. En toen kwam ik terecht nog 1,5 jaar in Krooswijk. Was je een leuke onderwijzer? Nou, het had mijn interesse niet. Want de muze lonkt. De jonge onderwijzer is gek van de Franse zanger Georges Brassens en ontpopt zich in achterafzaaltjes als cabaretier en zanger van het luisterlied. Ik was en ben nog heel gevoelig. Ik heb de naam niet, maar ja, ik maakte hele prachtige chansons. Hè. Hij trouwt al jong, krijgt 2 kinderen. Je probeerde wel natuurlijk een zo goed mogelijke vader te zijn, maar nee, mijn kinderen hebben mij dat nooit verweten, maar ik heb er niet veel aan gedaan. O schat, er komt een dag, ik moet er niet aan denken.
Het leven zal je wenken, dan zeg je ons gedag. O schat, er komt een dag dat ik met je moeder samen zal sloffen door de straat en o, als je ons dan eens zag. Eigenlijk heeft hij een heel klein hartje. Het is natuurlijk, hij had vooral een grote bek. Dat heeft hij nooit echt afgeleerd en dat is ook goed, dat hoort ook bij hem. We komen 's avonds thuis, waar het droevig is en leeg. Dat eenzaam klinkt en koud, zonder jouw blije lach. Hij heeft ook wel heel veel kanten. Het is een beetje een ongeslepen diamant. En als je het gaat slijpen, dan komen er toch wel ontzettende mooie fonkelende dingetjes. En jij weet van niks, jij ziet mijn tranen niet. Jouw ogen glanzen blij, jij hunkert en geniet. Het is best een gecompliceerde man om mee te zijn. Het is ook een egocentrisch man. Omdat hij natuurlijk ook zijn hele leven... Hij is ook maar van Rotterdam-Zuid, net zoals ik. Het was ook niet met de kruiwagen allemaal aangereikt. Hij is het echt geworden omdat hij ook echt dat wilde. De jaren 60,